Ja. Oh. Je kunt nu iets niet bewegen. En waar zit die spier? Nou, ik kom wel even langs dan. Oké. وشاما علي جاتلي ارد حق I'm now in the dark, but I'm fine. Sometimes the dark is good, you know? Yeah, that's it's better. It's good. Yeah, okay. That's good. Abdelrahman, hè? Yeah. Abdelrazzaq. Abdelrazzaq, oh ja. I have a look for somebody who is ill. Ja, yeah. Thank you. Yeah. Oh. Ik ben echt niet boeiend. Ja, ze is zo. Dit is waar. Deze. Ja. En hier, man. Oh ja. Daarachter. Ik heb wel een paar zitten mol voor u, maar meer heb ik niet op het ogenblik. Het was drie, only one, dokter. Twee. Drie, zoals. Twee. Niet meer dan vijf per dag. Dat met de kudus acte mijn gamsa voor jou. Gamsa? Vijf. Vijf. Waar komen jullie vandaan? Uit Libië. Uit Libië, allemaal. Ja, je hebt geen geld, hè? Ja, nee, dat krijgt hij wel van mij. Nee, dit is voor... Money? Ja, ja. Het is een virus. In Engels. Ja, ik kan het zeggen, cool. The cold is too much on you. Nou, moet je een das om je kop doen? No, I don't have that one. Only... I know. Nee. Als je hier koud hebt, dan moet je hier warm maken. Ja, I don't have that one. Veel mensen die zijn ziek of erger en die doen een beroep op jou. Als iemand me nodig heeft, dan ga ik daar gewoon in mee. Of ik doe er wat aan. Ja, dus daar hebben we overal goed voor. Vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen. En weken delen. Nou ja, daar zit het wel ergens tussenin. Nou, dat zal dan morgen plaatsvinden. Oké? Ja. Tot ziens. Het is hun allemaal. Geloof dat het beter wordt. Daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. En dokter, I have problem here for... To shaking.
there inside. I don't can for like this. No? Mm. Yes, yes. Yeah. Mm. It is a meniscus. I don't can like this. No. This no. I don't can. There. Yeah. We have to look for the side effects of this medication. Side effect. What is side effect? There's effects that don't, yeah, that side is not helpful. Het is lateraal collage. Nee, collaterale damage. Yeah. Oh. Ja, where are you living? I live now in the... Valborg? No. Oh. Hotel. Valborg. In a hotel? Yes, now refugee, first class. Stupid Holland, this word. This is the name. It's a hotel. Hotel, yes. This business, you take the money for UN, for refugee. Now we have... We get no money here from the state. Me too. Hi, doctor. You know, you remember in Oslo before, now 3 years here. Yeah. I go place and place and place and place and place. Oh, yeah. Now. But Article 64 is because you have a medical reason to stay here. In Somalia, they have no mirtazapine, haldol. Yes, Somalia, you have this the medication. I go back. I don't like they here. They have no medication there. And I like this I leave, or for straight, or for Osdrop. After flocht kantoor, flocht. Ik ben hier in 2001. 2006 ze waar hebben me... vandaan? Ik ben uit van Togo. Ook van Togo? Ja. Oh ja, dit is Togo. Ja. Zo, 2006 ze hebben me gepakken. Ik heb ze gezegd dat oké. Is goed, ik ga weg. Ze houden me 7 maanden in de gevangenis voordat ze presenteren me naar de ambassade. Waarom? Als je wil niet de persoon in je land en de persoon vrijwillig, hij wil zelf terug. Je sluit hem, je hoort mensen in de gevangenis voor een paar maanden net als deze man. Hij blijft daar 1 jaar. 12 maanden is veel, hè? Nou, voor innocente persoon is. Dat hij niet gestolen, hij is niet vermoord, niet dief. Hij vecht niet. Oude persoon net als zo. Hij is over 40 jaar oud. Over. Ja, dat is... Je hoort de persoon. In zijn land is dat veel. Ja. Maar ik vind hem nog jong, hoor. Ja. Ik ben 14 jaar in Nederland. Ik wil weg. Combien de années vous êtes ici? Combien d'années? 14. Ongelooflijk. Maar we zijn buitenlanders. We zijn net als dieren. Is het niet normaal? Helemaal niet. Echte criminelen zijn daar. Maar ze noemen me crimineel. Hé, hey, maar we krijgen nu best wel brood. Het is een heel klein stapje. Ja? De gemeente heeft wel een paar slaapplaatsen. Mm-hmm. Maar niet genoeg. Ja. Ze willen ze naar Utrecht en Rotterdam sturen. Utrecht heeft gezegd, nee, sorry. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat de burgemeester gaat doen. Ja. Dank u wel voor uw gesprek. Dank u, dank u. Bedankt voor komen. Ja, dat komt. Yo. Echt een sterke goede man. Echt een sterke, goede man. Jij gaat nog een lange leven. Hey, Gabriel, hè? Jij gaat nog een lange leven. Ja. Ik ben al bijna 80 jaar, hoor.
is nog goed. Je gaat nog 80 jaar. Hey, go, man. Please. Hey, you can't take. No, no, no. I mean, you are a doctor. Yeah. You know me. I know you. You know me. Alcohol problem. I have alcohol problem. Coming is Helene. I don't want to drink. So bad. Sorry. Fighting. Problem is drinking here. Tot ziens. Tot ziens. But is I'm is cleaning is I am stopping alcoholic, but is I'm coming in here is problem. All alcoholic. Yesterday night is fighting. This is alcoholic. Before I am alcoholic, I say no. Yesterday was a feast in the church. I cannot understand it. After the feast, you were fighting. Elke dag. That's normal. Is elke dag. Ja. Tuurlijk. Ongelooflijk. But yesterday evening was a good feast in the church. I know. I was there. I know. It was harmony. It's music. Yesterday night. Yesterday night is drinking is problem. But nobody has money, but everything. No, it's problem. Everybody is drunk. I know. Het is een orgie geweest hier, hè? Kijk, al die blikjes. Allahu Akbar. Fuck you. Bent u wel eens bang? Waarover moet ik bang zijn? Bang, het is een woord wat ik niet zo gauw
op mezelf betrek, maar ja, dat is nou juist het leuke van het leven, dat je nog iets wil. En dat is een van die luchtkastelen die ik heb, dat een grote feestende bende wordt. Ja, en soms gebeurt dat ook. Maar waar bent u dan naar op zoek? Nou, zo'n beeld, hè, van dat mensen met elkaar gelukkig zijn. Elkaar kunnen knuffelen en lief vinden. En dat soort dingen. Dat gebeurt te weinig. Ja. Did you want to help me in the hospital, Dr. Koo? Oké. Can you? Bow the. Can you bow your knee? No, knee. He shoots so. Pam. Pam. To you. Yeah. So why they shoot me? Yeah. Why they shoot me? But they say, a knife. He was. You try to call to make some movement with a knife. No. 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 Possible. Oh. That can it? It's terrible. In that position, I can't attack anybody. Even I can't. But no. you drank a lot and then. I drank a lot, but in that moment, I'm not danger in that position. The police is not in the. He was afraid, and then he shoot, perhaps so. Schadevergoeding, 100.000 euro. Of krijg verblijfvergunning, ja. Een ride. Twee dingen. Omdat hij was gedood, hè? Ja. Bijna dood. Hij had een sharia shura, bol katil ya sahbi. Dus bijna dood. They don't have evidence. That you, had you a knife or not? No, no. I have many witnesses. No, I have nothing. No, in this case, the police. How can why? They shoot people? How can shoot he? Is that, that be crazy time? Also? You want to make a court? Yeah. I ask him. Yeah. Yeah. The police, they start shooting refugee, Dr. Koop. Yeah, we're going to making a problem. We are not in Las Vegas. We are in Amsterdam. Yeah. Hoi, ik ben nog in de vluchtgarage, maar ik kom wel thuis. Tonight. Oké. Okay. Dag. Wordt wel eens geroepen om u heen dat u het rustiger aan moet doen? Nou, valt dat nog mee, hoor. Men vindt mij nog steeds een soort vitale figuur. Hoewel ik dat niet helemaal meer ben. Maar ze denken van, nou, die Kool die doet dat nog steeds, hoor, en zo. En, ja, laat ik me misschien te veel in dat. Daarin meegaan met dat. De sirenes die jou zo oppeppen. Zo van, Ko is een goede man, bla bla bla. Daar hou ik me ook weer, trek ik me ook weer aan op. En misschien ten onrechte, hoor. Ik moet zelf ook wel eens eventjes een dagje ertussenuit. Thank you.
hope you have cleaned your feet. Okay, this is an you are ready with your message? No, not finished. Not finished. Okay, that is Ja, deze man die gaat het natuurlijk niet alleen om zijn voeten of zijn eeltplekjes. Maar om de man zelf die weergeloos irritant is. En tegen mij ook. Af en toe de huid vol scheldt. En dan maak ik ineens mee dat hij een probleem heeft met zijn voeten. Dus daar ga ik uitgebreid op in. En laatst toen maakte hij zelfs nog een maaltijd voor me klaar. En dat zijn dus weer hele andere momenten die ik dan waardeer. Ik geloof dat iedereen op zijn manier wel een ergens een taakje heeft die die volbrengt. Maar voor sommige mensen is dat, laten we zeggen, een hond uitlaten. Andere mensen, die mijn vrouw, die bakt heel graag iets voor mij. Of voor Daan, mijn zoon. Dat is haar manier van overleven en voor helpen. En dus dat is voor iedereen weer anders. Ik doe dat op mijn fiets. En misschien is dat een antwoord. Ik stel me voor dat ik later naar Afrika ga en dat ik daar een spreekuurtje ga draaien voor mensen in een kinderhuis bijvoorbeeld of iets dergelijks. Ik krijg binnenkort een uitnodiging voor Cameroen, maar ik zou ook zelf naar Burundi willen gaan, een klein rot land, maar met vrolijke tentakels. Dat zou ik wel leuk vinden, ja.